Vandaag hebben wij een sportieve versus onsportieve dag. En wij zijn natuurlijk een sportieve team! Hey, we gaan vandaag allemaal dingen doen. We hebben allemaal activiteiten voor. We gaan gewoon een normale dagvlog maken eigenlijk. Voor ons een normale daily life. Ja, dit is het. En jullie willen het altijd een keer zien en we gaan het vandaag laten zien. Ik heb ontbijt voor je gemaakt. Doe de halve met pindakaas en banaan. Denk aan die bread meals, kijk hier! Het lijkt alsof ik gisteren gekocht heb, maar dat is niet zo. Wat heerlijk mensen, als ik hier toe gebeurt er gewoon helemaal niks. Dat is echt een goed teken. Het komt gewoon niet van die lepel af. Wat een ding is dit, joh. Vrij smakelijk, hè? Heerlijk, hè? Dit is echt een mooie basis voor elke gymdag. Ik eet het echt. Ja, doe ik wel buiten de kamer. Ja. Oh ja, ja, dat dacht ik wel, ja. Hup, het mondje in. Lekker, hè? Hij is echt goed gelukt. Hij moet richting de eerste activiteit. De eerste activiteit, boksen. Ik kan boksen, blaffen! Boksen verbrand je zoveel calorieën mee. Dat is wat wij denken. Wel. Zo denken wij nou eenmaal. Dus ook de manier waarop we daar naartoe gaan. Je weet, ik heb altijd een elektrische stem. En toen zat ik laatst te denken, huh? Eigenlijk is dat echt zonde, elektrische stem. Daar verbrand je heel weinig mee. Ik heb dus wat geregeld. Kijk daar maar. Deze echt van de rommel maakt of zo. Je echt fucking scared. Gaat er niet om. Gaat omdat je zelf lekker aan het gym bent. Al onderweg naar de gym toe. Nou, kom maar. Dit is best wel dit is best wel lastig. Is wel zwaar toch? Dit is eigenlijk, deze video is eigenlijk een dag in het leven van Koen. Dit wordt toch zo'n mooie dag. Maar we worden hier even lekker rondgereden. We hebben geen idee wat we gaan doen. Maar ik vind het nu al heerlijk. Het mooiste is dat wij dus vandaag de hele dag rondgereden worden. Ik denk dat het nog mooier is dat Milo en Matt vandaag een sportieve dag hebben. Ja, terwijl, kijk, ze doen natuurlijk altijd alsof ze fucking sportief zijn en altijd maar aan het sporten. Terwijl, dat zijn de twee mensen die ik ken die het minst doen. Wat gaan we doen? Wat denk je dat we gaan doen, Ron? Nou, wat zijn echt hele onsportieve dingen? Dat is... De bal niet terugspelen als iemand hem uit heeft gespeeld terwijl er een blessure was. Ja, spalbers maken. Oh mijn god. Gadverdamme, Sport City. Gadverul. Hey! Frankie's bowling laser game grill. Dankjewel. Ik denk wel dat bowling van alle sporten misschien wel de meest onsportieve sport is ooit. Ja, dat is toch wel iets te sportief, hè? Ja, dat ga ik niet doen. Nee, gaan we niet doen. Nee, ik wacht lekker even heerlijk op mijn bakootje. Het is eigenlijk over 11 uur. Oké, Roel, ik heb misschien toch een idee dat we iets kunnen doen. Maar zodat het niet te veel moeite kost. Kijk, wat nou als ik deze bij jou hier neerzet? Dan moet je zelf een beetje richten. En dan? Nou ja, en dan laat je hem gewoon rollen. En dan hoef je niks te doen. Oh mijn god. Dit is echt bowlen voor onsportieve mensen. Een baan met een bal met 3 gaten. En iedereen goed gehumeurd. Nu wij hier zo zitten, Roel, vraag ik me echt af wat zij aan het doen zijn. Step right up. Zijn er nu tijd om jou helemaal tot moes te hakken. Ja, ik heb dus een probleem. We gaan boksen, mensen, dus jullie zien het. Ik heb dus een probleem. Ik ben van het weekend uit geweest. Ja. Kijk, zie je dit puntje hier? Dit? Ja. Daar is een dartpijl in gekomen. Ik stond lekker te darten met een paar jongens. Heerlijk, gewoon lekker 500 eentjes weggooien. Eigenlijk alleen maar 9 darters. Komt er zo goed mij dan? Ja, die zagen er wel leuk. Die zagen er wel leuk aan die kou uit. Wij willen meedoen. Wij willen meedoen. En ik zeg, dan doen we even een spelletje. Dan moeten jullie allemaal even op dit vak gooien. Ik wijs naar het vak. Wie dat het eerst gooit, dan moet de andere shotje. Oké. Okay. Zo'n meisje gooit zo'n pijl rechtermand. En bloeden, jongen. Bloeden. Als een rund. Dus ik ben een licht gebaseerd. Laten we eerst even een beetje gewoon een normale routine doen, weet je wel, inkomen. Warmer up. Lulletje Rozenwater staat hier, hoor. Ik kan het, ik wil het en ik doe het. Nee! Ah, hey. Laat als een zout erbij, man. Nou, dit is echt niet normaal. Gaan we ons klaar maken voor de ring? Tuurlijk. Wel even morgen pas, ik ben moe. Nee, nu. Okay. Dit is mijn tactiek, we gaan nu. Let's get ready to rumble! Klootzak! Hou hem op! Dit is een knockdown, hè? Ik ben al niet oud! Ah, joh! Wat ben jij poesie, hè? Ron 1 is voorbij. Boe! Mijn techniek moet weer een beetje bijgeschaafd. Maar goed, nog 2 rondes te gaan. Het enige waar hij beter in is, is dat hij wat sterker is. En zelfs daar heeft hij in de eerste ronde geen gebruik van gemaakt. Op de lange adem is hij sowieso kansloos. Round 2. Fight! Ja. Nee, jongens, stop! Hij gaat zijn kind hier oplopen. Kindermishandeling stopt nooit vanzelf. Boe!
Wat is Jimmy lekker zeg. Workout is life. Ik kan hem wel ronden. Het is al 2-0. Als je mijn knockout slaat die laatste ronde, heb je gewoon gewonnen. Oh, ja. Round 3. Fight! Wat joh, dat is toch een vlak aan. Au, mijn tenen! Dit was gewoon een blokje kop in mijn handen. Gaat het? Moet me niet! Je bent weak! Opstaan! Yo! Slappeling! Ja! The king of kickboxing is back! Ik voel niet eens dat ik geen kickboxer heb. Ik heb het gewoon gedaan met mijn Apple Watch op die alles trackt vandaag. Geen schram. Kijk eens hoe die nog blinkt. Blinkt nog helemaal niks mee aan het handje. Ik zweet niet eens. Ah, weet je wat het is? Jij bent natuurlijk echt van de gym. Dit is meer mijn ding. Dus jouw tijd komt vandaag nog wel. Maar heb ik mijn neus gebroken? Hou op, joh. De laatste gaf was echt vol op mijn neus. Ik dacht dat het gymmaten waren, maar het valt me echt vies tegen. En je ziet het, hè? Feyenoord bovenaan nummer 1. En daar blijven we ook. Ja, is goed. Kom op dan, hè! Kom op! Oes! Wat ik nu pas zie, wat echt mooi is, dat jij in stralen ja. Met Le Coq Sportif. Mooi zeg. Zoals jullie weten, waren we bij de dag andersom leven. Toen waren we ook naar een bowlingbaan toe geweest. Dat kan je dat nog herinneren? Jazeker. Ik ja. Niet meer, want ik was bezopen. Want ik had daarvoor 30 shotjes op. Nou, toen, daarna zijn we naar de bowlingbaan gegaan. En wij dachten, nou makkelijk als we daar nu weer toe gaan. Ja, want we hebben een bowlingbaan nodig om te filmen. Ja, dus we hadden een mailtje gestuurd. Toen kregen we deze mail terug. We hebben de bowlingbaan aan jullie verhuurd. En akkoord gegeven op film met ons. Met het goed vertrouwen dat jullie respect voor ons zouden gaan met onze spullen. Dus zijn er tijdens die opnames de volgende dingen gebeurd: een hap uit de moswand. Wie deed dat? Wie was dat? Jij. Ik. Oh, oké, dat was ik. Een bowlingbal schuin gooien over alle bowlingbanen. Wie deed dat dan? Jij was dat ook. Ik, oké. En dan wordt ze over de baan gelopen met normale schoenen. Tot aan de kegel. Wie had dat gedaan dan? Volgens mij was... Jij was dat ook. Ja. Oh, dan was dat ik. Ik neem aan dat je daarom begrijpt dat wij niet nog een keer filmnames willen van bankzitters dus bij onze bowlingbaan. Oh, ja. Helemaal in de combinatie met alleen maar bier drinken. Ja, geeft ze groot gelijk. Ja, pas ook af, Sjaal. Ga je daar nog langs met, nou, ik wilde zeggen, een bloemetje en een stukje mos? Waarom is jouw bier niet op? Je hebt nog niet eens je bako op. Je probeert mij hier een beetje dronken te voeren. Kijk, bijvoorbeeld, er zat ooit een gast bij de bankzitters. Hoe heet ik alweer? Wat? Nee, ja, de bier. Wil je nog één? Ik hoef niet nog één. Mogen we nog één bier? Super chef, lekker. Ik had echt dorst, dankjewel. Proost. Nee, ik ga hem niet weer in één keer wegtikken. Nee, dat snap ik wel, want dan heb je er inderdaad al twee op achter elkaar. En ja, je wil natuurlijk niet dat je straks om 11:30 helemaal bezopen bent, toch? Ik moet het niet hebben over de bier. Zullen we door? Je hebt één slok voor je bako en twee slokken voor je bier heb je. Tijd om te gaan. Wie tilt mij? Bruh. 1, 2, 3, 4. Hoedje van. We gaan nu onderweg naar de volgende locatie. Ja. Geen flauw idee. Ik hoop niet iets te eten, want ik heb geen trek. Ik hoop met name iets niet sportiefs. Dit gaan we toch niet doen? Wat is dit? Klimparadijs. Gadverdamme. Dat vind ik ook helemaal niet leuk, ook al zou ik wel een sportieve dag hebben. Ja, we gaan wel afslaan. Kijk eens even op. Popbier, bier uit de fles, bier van de tafel. Geen bier meer. Roel, lekker man. Ik zou hem niet in één keer opdrinken. Nee, nee, mensen, het is belangrijk als je bier drinkt dat je daarvan geniet. En vooral niet altijd dat bier gaat om genieten en niet om dronken worden. Ik sluit me er helemaal bij aan. Wat doe je eigenlijk? What the fuck? Ja, ik weet ook niet wat we hier gaan doen. Dan gaan we hier bier drinken. Oké, maat, tijd voor lunch. Ik heb zoveel trek. Ik heb, nadat ik gezegd lag, heb ik wel trek gekregen. Ik heb een plekje uitgezocht. Daar hebben ze iets heel bijzonders. Ja. Daar hebben ze een vegan kapsalon. Dat heeft wel niks met gymmen te maken. Wat zeg je nou? Niks met gymmen te maken? Een vegan kapsalon, daar zit ook gewoon friet in. Dat heeft niks met sportief te maken. Het klonk wel gezond, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nee, het is waarschijnlijk nog ongezonder dan echt een zwarte. Tempeh zit erin, tempeh. Wat er niet in jou zit, is tempo. Kijk mij. Goed. Daar gaat ie! We zitten midden in onze workout. Milo, ik ben hier even gestopt met jou. Dit hier. Nee, wat is dit? Laat je niet beïnvloeden door al die suikerige. De suikerindustrie wil dat wel je lekker, dit eet. Wel nee, lekker, wel vandaag lekker, niet. Lekker, sportieve lekker, dag. Nee, kijk, ready to hier. Shine zijn wij. Pak die moment en ga gymmen, mensen. Hier, nee, 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 hier nee, al nee, die ja, suikerige. Dat is wel echt lekker. De suikerlobby slaat weer toe, dat mensen. Is ongelooflijk. Het is wel echt lekker, ja. Maar morgen weer, hè. Kijk eens even. Dit is dus wat ik op internet heb gevonden. Ja. Dit is zeg maar... Er zit wel veel begroenten in dan. Ja, ja, tuurlijk. Maar dit is echt een hele healthy snack hoor. De queen onder de vegan comfort food. En toen dacht ik, bestel er toch nog een frietje bij on the side. Aardappels en groenten. Wat wil je nou moeilijk man? Dit is gewoon heerlijk, ja. En meteen stukken vlees eruit. Dit is echt heerlijk man. En daarnaast hebben we ook nog een lekker venkel appelsmoothietje. En wat heb jij? Ik heb iets van een wortel... Godverdamme!
Mensen, het geluk komt op je af als je je beste voelt, als je de moeite in stopt in het leven. Eén dag zijn we aan het sporten. Ja, je luistert niet, godverdomme, ik probeer weer wat bij te leren. Denk daar nou eens aan! Motivatie komt en gaat, discipline is er elke dag. Je kan ermee opstaan, je gaat ermee naar bed en je weet, het is er nog. Je kan erop terugvallen. Snap je dat? Nee. Ik heb een goed idee. Milo, we gaan onze 1RM testen vandaag. We gaan testen hoeveel we kunnen benchen. Maar ik heb met iemand geregeld. Die ook geen zeil uit en die ons er doorheen kan trekken. Een echte guru, een echte professional. Professional? Ja, je kent hem wel. Heb je gehoorbescherming mee? Uitra! Nou, dames en heren, we zijn bij de klimmuur en op een of andere manier heb jij mij zo gek gekregen dat ik nu in dit tuigje zit. Jij gaat naar boven, maar we hebben een zo onsportief mogelijke dag. Uh-huh. Dus jij doet niks. Oh, trek je benen eens. Ho! Nou jongens, ik geloof het wel hoor. Jongens, Roel, kan je me misschien naar beneden halen? Ik ben zo bang, ik wil naar beneden. Hallo, kan je mij misschien helpen? Roel, wat ben je nou aan het doen? Ik drink jouw biertje op nu. Hey! Ik kan zo echt nog wel uren blijven zitten. Ik vind dit echt heerlijk. Roel, mag ik wel naar beneden? We maken een timelapse. Een timelapse. Op een schaal van 1 tot 10, hoe zwaar is deze activiteit? Nou, de activiteit is niet zwaar, maar het is wel eng. En eng is wel ook een soort, daar verbrand je ook een calorieën mee. Nou, ik heb het helemaal naar mijn zin gehad. Hallo mensen. Wij hebben een hele onsportieve dag. Een hele onsportieve dag. Maar het andere team heeft een sportieve dag. We hebben een hele sportieve dag. We zijn aan het sporten. Oeh, ik heb steeds een beetje last van mijn zak, hoor. Last van je zak? Ja, van in dat tuigje. Ik heb trek en ik heb alleen nog maar een bitter garnituur op, dus ik heb zin in even iets anders. Wat is het meest onsportieve, luie eten op die manier? Die je kan, dat je kan krijgen. Zonder voeding. Zonder voeding? Ken je dat niet? Nee, wat is zonder in het ziekenhuis, dan krijg je zo'n ding in je ader en dan gooi je ze eten naar binnen. Die mensen die in het ziekenhuis liggen zonder voeding krijgen, die zijn echt lui in onsportief. Ja, maar die liggen ook vaak in een coma. Ja, boeien. Een coma is echt het allerluiste en onsportiefste wat bestaat. Jij beledigt nu alle mensen die in een coma liggen. Als zij dit horen... Nou, kom dan. We gaan natuurlijk naar de McDonald's, denk ik. Ja, ik heb geen flauw idee, maar dat lijkt mij het meest onsportief. Ja, als wij iets willen eten dat niet betekent dat we uit de auto moeten, dan denk ik dat je daarop uitkomt. Laten wij. Ik ga wel, want nu zitten mensen twee in de auto, dus nu is dat niet grappig. Ik ga niet heel veel Big Macs bestellen. Ik wil graag 10 Big Macs. 1 Mac Croquette, 1 McWrap, nog 1 Big Mac erbij. En dan 1 Big Mac menu. Wil je ook wat? Nee. En nog 1 Big Mac. Wat willen jullie? Ik wil graag een... Dat was hem, ja. Dankjewel. Oké, maak de rijden alsjeblieft. Yes. Alles kwijt bij mijn vloed herinner. Voor mijn zondes af en toe gebeten, ik ga... Zeg, hoe jaloers Milo nu op ons is. Die zit waarschijnlijk, die moet sportief eten. Die zit aan een eiwitshake. Rijst. Nee, rijst. Hey! Kom je nest uit! Schijven door het dak heen pleuren. Let's go. Daar gaan we. Tijd om te scoppen, mannen. Kom erbij. Kom erbij. Hoppa. Hoppa. Hey. Jongens, we gaan beginnen. We gaan eens met het gezet duwen. En daarna gaan we kijken wat jullie 1RM is. Op de bar. Gaan we deze weg duwen? Ja. Hoe zwaar is dat? 4000 kilo. Oh, dat is een beetje eitje, joh. Kom op, ga schrijven nou. We hebben jullie dus die stangen, daar moeten we op duwen. Het begin is even lastig. Als je hem helemaal hebt, moet je gewoon blijven door blijven buiken. En okay. Wel tot het einde. Tuurlijk! Tuurlijk, kom op. En weer terug. Hey, Jim, maatje. Ik zeg stop! Heren, gaan we vergaan. Ja! Ja! Tuurlijk maar! Jij zegt hem jongen! Oké, je hier! Direct, je Ah, ik ben verrot! Fuck! Ah, fucking kudding! Diepe ding! Ah, ik ben klaar. Voor mijn hart kloppen van die scoop, jongen. Bangers! Door naar de bankdrukkers. Ja, de bankdrukkers. Gaan we even. Mijn armen zijn op pudding. Kom eens bij die tijd. Roel, wat een dag. Maar ik heb eigenlijk wel zin in nog een klein drankje. Ik ga niet naar de stad lopen. Nee, ik ga ook niet lopen. Rustig maar, meneer. Rustig. Oh, jezus. Wel, God straf onmiddellijk. Je ziet het maar weer. Kijk, mensen, zie je maar dat Roel ook prima een biertje normaal kan drinken. Dat het dus niet de bedoeling is dat je allerlei biertjes at. Want biertjes is altijd slecht voor je. Dan gaan je hersencellen dood van. Uiteindelijk krijg je allemaal ernstige ziektes. Dus daarom is het heel fijn dat je kan zien dat Roel ook normaal een biertje kan drinken. Met jouw bier drinken is echt ongezellig. Ja, weet je waarom ik het ongezellig vind? Je begint elke keer tegen die camera te praten, terwijl ik je gesprekspartner ben. Ik praat niet tegen de camera, ik praat tegen jou, de kijker. En weet je, kijker, ik vind het vet en leuk dat jij kijkt. En weet je waarom? Omdat door jullie kunnen wij doen wat we het allerleukst vinden. Namelijk filmpjes maken en op een vette platform neerzetten. Toch, Roel? Gast, je bent echt alcoholist jij. Het is weer mooi geweest. We hebben helemaal niet betaald trouwens. Kom, weg! Rollen!
Zullen we een race doen? Oké, die witte streep is de start. Ja. Tot de boom. Tot de boom helemaal. Tot de boom. Maar het is een onsportieve dag. In 3, 2, 1. Oh, ik drift. Nee! Wat een loser. Dat is hoe een rolstoel werkt. Nee, nee! Sorry, op u. Nee! Nee! Boom. Ik heb snel wat leuks te doen, Roel. En dit was voor mij veel te sportief. Ja, dit was echt de meest inspanning wat ik in 24 uur heb gehad. Nu is het tijd om te gaan meten. Tijd voor het echte werk, hiervoor zijn we hier. Ga je winnen, denk je? Ja. We gaan het wel zien. Ja. Voordat we beginnen, want jullie zijn natuurlijk gooimaten dan. Hoe zwaar weeg je? Weet je dat? 75. En jij? 4000 kilo. Ja, oké, dus er zit al een verschil in. Zo, ik voel hem nu al. Ja, knijp in die stang. Knijp even die stang in. Vastpakken. Oh, je hebt het wel zwaar. Ik kan wel zien dat jij 7 jaar geleden hebt gebankt. Ja. Nou, dit wordt wat, jongens. Kijk eens. Zo, ik hou hem nu al niet. Opa. Opa, kijk eens. Maar wat is dan belangrijker, motivatie of discipline? Dat is altijd de vraag. Discipline is het allerbelangrijkste. Want je moet natuurlijk ook gewoon net zoals je billen afvegen naar het poepen. Hetzelfde als met treden. Ja, dat gaat hartstikke goed. Oh, goed hoor. Kijk eens. Kijk hem eens even. Dat scoopie werkt door hoor. Ja. Mijn techniek is niet goed, maar mijn kracht. Ja, maar moet kracht even door hebben. Nou, dit wordt nog wat, jongens. Soepel. Huppa. Gaan we nu naar 60 dan? Pak hem maar door, jongen. Pak hem maar door. 60. Hier moet je ook even je mentale kracht hebben. Dus. Je moet een beetje kwaad worden. Aantikken. Daar ga je. Ja, jongen. Armen zijn echt pudding, hoor. Deze heb jij wel in de pocket, denk ik. Of niet? Deze binnen. Daar sta je al 1-0 voor. Deze is binnen, man. Ik zie het al. Jij hebt hem. Jezus! Oh, god. Ik had hem bijna. Kom op! Hebben jullie ooit iemand zo slap in deze gym gehad? Nee. Kom op! Nee! Wat ga jij roeien, of wat? Ja, ik krijg hem. Verdomme. Ja! Probeer hem dan echt in je hoofd recht te houden. Je hoofd ontploft dan. Ja, het beter al. Zie je? Het gaat wel beter. Ja. Wat zullen we... Wat denk je zelf te kunnen? 55. Kom op. En omhoog. En omhoog, en omhoog, en omhoog. Lekker! Ja hoor, hij pakt hem gewoon. Hij pakt hem gewoon. En omhoog. Ja, lekker. Nu wordt het spannend. Kom op, wat nou? We kunnen een kilootje erbij. Kilootje erbij. Kom op. Ja! Planeren deze zo met chest! Oh, kijk, de kracht zit er al. En nu terugleggen. Ja. Nee! Oh, ik zelf. Boom! Oh, jij slap je aan de zaak! Kut, sorry man. Ja, de kickbox ook al gewonnen. Oh. Ik dacht echt dat jij nog wel een soort voor de grap onsportief deed, maar je kan er echt geen rond van. Onsportief? Ik denk dat wij vandaag veel hebben geleerd. Ja hoor. Mannen, bedankt. Ja, jullie ook bedankt. En thanks. Dit is voor mij misschien wel de mooiste plek op aarde. We hebben vandaag 5 tickets voor Nederland-Gibraltar. En dat was lastig aan te komen. Ja. Maar als het goed is, zit er ontvangst of de hospitality, oftewel unlimited bitterballen bij. Maar Roel, kijk maar even. Ik ben helemaal nog niet Nederlands elftal ready. Want... Die heeft ook iets voor mij gekocht. Dankjewel, man. Roel, we zijn binnen en ik hoorde van de bewaker dat ze hier misschien wel onbeperkt bitterballen hebben. Nee, joh. En die Mino en Matt, die worden helemaal afgepeigerd waarschijnlijk. En wij gaan hier lekker lopen vrezen. Ja, dat is fantastisch. We zijn elkaar KVB's uitgenodigd hier, is dus VIP, hè? VIP met hospitality, dus wij denken, nou, die witte ballen, die gaan in alle gaten, neusgaten, oorbellen. Nou, dus wij, wel lekker, dus we vragen, waar is het eten? Zeggen ze? Eten. Ja. Nee. Ja. Kijk nou even, rechts van je. Ja, maar dat is toch... Ja, maar die kan op. Oh. Ik vind het mooi hoe iedereen die hier werkt soort kijkt van, ja, dat is niet de bedoeling. Dat is echt een meest smerige donut ooit. Biem! Heb jij Roel misschien gezien? Biem! We zijn er. Bij VVVA die heerlijke jongens van TikTok. U kent ze wel. De grootste voetbalclub van Nederland op TikTok. Heb jij het eten geregeld? Ik heb het eten geregeld, Milo, want we moeten natuurlijk ready zijn. 2 uur trainen zie je behalve. Als ze geen zin meer hebben, dan stoppen ze eerder. Maar dat is echt de discipline. Gaan we eruit veranderen vandaag. Prep meal, eet je prep meal. Broccoli, rijst en groenten. Jezus, man. Ik bedoel, ja, lekker dat je het volgens mij gemaakt hebt. Dit is de truc met de zwevende vork, mensen. Ik heb kip, rijst en groenten gemaakt. Ik heb eigenlijk wel wat gedaan. Maar ik heb wel oprecht mijn best gedaan. Ik weet niet of die nog lekker is, die broccoli. Maar ik denk het wel. Dit is gewoon wat je wilt te beuken. Wat een beuk voor. Prep meal.
ik heb dit zo weggebukt. Echt fucking lekker. Je hebt het ook echt heel hard nodig noemen. Dat we natuurlijk wel een dagje hebben die we niet vaak meemaken. Wat maakt dit dan zo goed? Ja, dat weet ik ook niet. Dat geprept is natuurlijk! Oké, we zijn er. Team staat al klaar. Ja, team staat al klaar. De gladiatoren. De matadoren. De helden van VW Verjaarden. Ze staan klaar. Goedenavond. Oh, dit is verkeerde team. Oh, verkeerde team. Moeten we daar, hè? Sorry. Is dat wel het goede team? Is dit wel het goede team? Dan gaan wij het G-team even. Milo. Hi. Top dat we mee kunnen trainen. Mannen. Hé joh, we gaan je lui weten. We gaan werken. Sporten vandaag. Hey. Hallo, hallo, we lopen achteraan bij de tent. Ik heb nog nooit de trainer gezien met zo weinig gezag. Jongens, nog een rondje, kom op! Sport is zo heerlijk. Ja, maar kapotje. We gaan even wisselen van veld, mensen, want de lampen doen het niet. Ze verzekeren ons, dat is echt nog nooit gebeurd, alleen vandaag voor het eerst. Ze hebben de energierekening niet betaald, maakt allemaal niet uit. Dit is bizar. Kom maar naar je plek, mafkees, jongen. Weet je net tegenkomt? Nee! Jan Verbam! Hij is van TikTok! Hey. Ik denk dat hij deze wel op TikTok kan zetten. Waar staan we eigenlijk? We hebben een onsportieve dag! Ja, volkslied zo! Jan Verbam kent het volkslied niet! Hij kent het volkslied niet! Jan Verbam van TikTok kent het volkslied! Heb ik altijd gemist! Welkom bij een nieuwe TikTok, Jan Verbam is de way! Je was de vloer! Ik wil dood. Ze hebben blijkbaar zaterdag verloren. Dus wordt een straftraining, denk ik. Ja, ja. Nee, die smekken wij zo in de kruising, joh. Die rossen we er zo in, hè. Rechts. Ik wil die kant rechts. Diepertje. Tweede lijn, probeer. Lekker in de bovenhoek met effect. Man! Oh, sorry! Ik was aan het juichen! Kom maar! Kom, Milo! Ja! Wat een slechte leg is dit, joh! Je legt hem boven mij echt slecht, man. Ja, maar ik was nog even aan het juichen. Ik denk dat ik mijn contract kan afdwingen. Wat ik net zei, het grapje komt dus echt uit. Het is dus echt een straftraining, ik moet dat in mijn conditie. Op zich is dat voor ons goed. Goh, we hebben net een half uur staan trainen, we hebben drie keer een doel. Nee, twee keer! Wat twee keer een doel geschoten? Doe eens een veldruk met die meisje. We gaan dus echt serieus een conditietraining doen. Ik ben te langzaam! Jezus, wat ben jij traag! Het is niet vertraagd deze beelden, voor de duidelijkheid. Ah, geef me nou! Fuck! Dit is einde training. Nee, natuurlijk niet, we gaan door, kom op! Partijen? Ja, we gaan partijen! Oh, daar partijen, kom! We zijn begonnen! Druk zetten erop! Ja, wat zit je daar? Wat zit je daar eigenlijk, of is het tackle? Ja, Kippie! Lekker, jongen! 1-0, mensen, 1-0! Ja! Ja! Kom op daar, hè! Ah, ja. Kom op, even focussen! Oké! Oh, hey, joh! Koekoek! Ik word niet begrepen door mijn team, Ik doe geniale dingen, maar ze pakken hem niet aan. Kippertje! Oh nee! Ja, goed ja, zeg nu! Ja. Lekker bro! Ik liet hem bewust lopen voor je. Ik liet hem bewust voor je lopen. Kut, tyfus! Ja, kom maar! Ga lopen, Natje. Oh, sorry. Pardon? Oh, tyfus, sorry. Ik glij uit, man. Hoppa, kas open. Wacht. Ja! Oh, die van de auto! Oh! Met de hak! Je verzint het niet! 5-4 verloren door een hakje van de Milan, meisje. Ze heeft twee keer geprikt gewoon nog. Twee keer geprikt binnen de goaltje, hakje. Nee, dat was die slijding van mij. Jezus, niet goed. Een dikke vleeswond. Dat was op de bal toch, hoor. Tegen alle verwachtingen! We staan met één been in het EK, hè? Ik heb trek in een bako. Ik weet dat je het niet kan maken, want ja, support je land en zo. Maar ik heb zoveel zin om gewoon naar huis te gaan. We gaan dit afsluiten met een hoogtepunt deze dag. Of dat nou de 5-0 is. Of de 1-1. Of de 1-1. Het wordt een hoogtepunt. Het is 2-0, mensen! 2-0! Hey Koen, weet je hoe we op TikTok een 3-0 overwinning noemen? Nee. Jantje Verbam. We noemen ze op TikTok een 4-0 overwinning. Jan Verbam. Dat is lachen, hoor. Wakker worden, we gaan zuipen!
De training is nu voorbij. Ik denk dat ik qua sport wel redelijk voor een dag vol zit. Ja. We hebben echt veel gedaan. Normaal zou ik nu nog even zuipen met z'n allen. Ja. Ik heb er op zich zin in, maar eigenlijk een biertje is te veel calorieën. Nee, dat kan niet. Voor mij. Dat vind ik eigenlijk zonde van de dag. We moeten shredden eigenlijk. We moeten shredden meer. Zouden ze iets hebben wat caloriearm is? Kijk eens. Wat is een dat caloriearm dan? Drankje. Alsof er geen calorieën hier in zit. Nee joh, maar wel veel minder hoor. Hoppa. Dan doen we die keeper even een beetje vol. Jezus, Mina. En hoppakee. Zin in Nederland is denk ik niet zo gezellig, want dan staat het 0-1 bij rust. Ik bedoel 1-0, sorry. Wij hebben meer goals gezien dan zij vanavond hoor. Dat is mooi hoor. Ja, nou is het shaken. Jij mag hem shaken. Bruh. Hey joh. Die gaat nog niet met kolen weer schudden, ben je gek? Oh, dat kut zijn, joh. Nederland Gibraltar kijken met een rode kaart. Dan ga ik echt niet doen. Dan laten we wat Jan weer over hoor. Ik ga even zo in het ijsbad en even gewoon herstellen. Want morgen is weer niet op dag. Herstel is misschien nog wel op één na belangrijkste van gymmen na het zeg maar gymmen. Ja, we laten gewoon aan de rest om die martelgangen te maken. Succes. Succes ermee. Nog even een half uur zitten bij Nederland Gibraltar met de rode kaart. Mensen, de groetjes. Tabé.